Ik ben Randy Verlinge, geboren getogen in Almelo. En ik ben kunstenaar en ik ben een van de initiatiefnemers van het bouwen van deze fontein. De fontein is een ontwerp die ik afgeleid heb van een Japanse watertuimelaar. Het is zo'n twee van die bamboe stokken die dan vallen en dan komt er water eruit. En die heb ik overgezet in een vrouwelijk gezicht. En daarbij is de hand eigenlijk het bewegende deel en die geeft dan handkusjes. Of ze geeft dan handkusjes. Mooi, want het komt midden in de stad te staan. Je moet je voorstellen in de zomer dat al die mensen en kinderen eromheen kunnen zitten. Rond een fontein. En het is ook een heel mooi initiatief van bevlogen Almeloers die dit aangeswengeld hebben. Zoals een Ger Vermeulen, een Koen Helderweg en Gerrit Horsman naast mij. Deze fontein is gepland, willen we neerzetten voor het gerechtsgebouw. Oude gerechtsgebouw, sorry. Omdat de gemeente daarvan plan was om de bushaltes op de schop te doen. Hoe zeg je dat? En er is al een groep mensen die al bijna 15 jaar bezig zijn om een fontein ergens in Almelo neer te zetten. En die zagen natuurlijk ook kans samen met mij om daar... die zagen dan kans om daar iets neer te zetten. Een fontein. Ik ben samen met Ger Vermeulen en Koen Helderweg zit ik in het stichtingsbestuur. En de stichting Fontein voor Almelo, die hebben we speciaal voor dit doel opgericht. Wij gaan met z'n drieën proberen, samen met de kunstenaar Renny van Lingen, gaan we proberen geld bij elkaar te halen. Om uit het bedrijfsleven en uit diverse cultuurfondsen, om de fontein te kunnen realiseren. Hoewel we noemen het een fontein, maar eigenlijk is het een waterpartij. Dat we met de cultuurfondsen die gaan bijdragen. Anderzijds het Almeloze bedrijfsleven, waar wij al een heel fors bedrag van bij elkaar hebben verzameld. Gedurende de afgelopen 2,5 maand zijn we nu bezig. En wat we binnen hebben gehaald is nu al zo rond de €100.000. Dus we gaan echt de hele goede kant op. De begroting is gesteld op ongeveer €300.000. Inclusief aanleg en het fabriceren van het beeld en alle kosten die daarmee gepaard zijn. Ja, dat komt zo rond de 3 ton uit. De kleur blauw heeft verder nog een belangrijke betekenis. Ja, blauw is de kleur van Almelo, hè. Maar ontbreekt er dan geen wit bij de blauw? Ja, dat zit hier in het midden. Zie je hier de wiebertjes? Dus ja, het is symbolisch allemaal.